Die beelden hebben wij nog niet gedeeld. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en Jessie Silver die ligt er vast in de kinderwagen, want vandaag is een hele leuke dag. We gaan namelijk weer bij elkaar komen, de groep van de Center in Pregnancy. Iedereen heeft een kindje gekregen en Jessie Silver is het enige ventje tussen al die dametjes. Dus dat is super leuk. En voordat we dat laten zien, wil ik jullie eigenlijk nog even meenemen naar de allereerste dag na de bevalling. Die beelden hebben wij nog niet gedeeld en daarin doe ik dus ook nog mijn bevallingsverhaal. En het is toch even leuk om helemaal terug te gaan naar de eerste dag en naar de centering, waar iedereen 3 maanden later bij elkaar is gekomen. Althans, Jessie Silver was de eerste die geboren werd, dus de anderen waren nog ietsje jonger. Goedemorgen. Daar liggen we dan. Oh, het is de lieve. Nou, echt. Hij geeft echt geen kick. Niet normaal gewoon. Wat een tevreden mannetje. Af en toe een kreetje. En dan denk ik gelijk, wat is er mis? Dat hij verder helemaal stil is, maar... Ja, hij heeft een beetje vruchtwater binnen gehad natuurlijk. En hij is met de pomp gehaald uiteindelijk. Dus het kan zijn dat hij een beetje hoofdpijn heeft. Hij doet het zo goed. Moest ietsje langer blijven nog even, want hij was vanochtend wat onder temperatuur. Oh zo, ja. Moest er vannacht blijven omdat hij natuurlijk in het vruchtwater had gepoept. En vanmorgen was hij inderdaad nog een beetje aan de koude kant. Ik ook trouwens. En nu gaat het allemaal goed. De temperatuur is goed. René heeft lekker een beetje op kunnen frissen. Ik doe dat wel thuis. Ja. Dan eet ik nu even een yoghurtje en dan gaan we lekker naar huis, denk ik. Ja. En dan komt de kraan weer op. En het is wel echt prachtig weer. Heel mooi. Om voor de eerste keer naar buiten te gaan, denk ik. Als nieuwe mens zijn er op deze aarde. Gewoon een uitzichtje hoor. Een balkonnetje erbij, had ze wat. Een slokje. Nee, gisteren nog eventjes een champagne op. Hij focust op jou. Focust op de fles. Yeah. En champagne en een proseccootje. Yeah. Ja. Nou, dat is af en toe. Dat is toch te schattig. Aan de moppie. Ja, dan ga ik maar even klaarmaken. Ik ga hem even klaarmaken en dan kunnen we lekker naar huis. Ja. Even kijken hoe dit allemaal zit, toch? Ben je nu al aan het duimen? Lekker duimen toch, ja toch. Oeh, lekker toch, hè. Echt vanaf hier, maar dan moet ik jouw duimpje eruit halen. Oh, ga ik jou pesten. Ga ik jou nu al pesten. Ja, gaat toch maar. Ik ga het heel snel doen, ja? Of zo afwisselen, doen we deze duim snel in. En je kapt in je oog, Pik. Doe heel snel, heel snel. Ja, je krijgt hem zo terug. Ik rijd hem zo terug. Kom maar. Waar is je handje? Waar is je handje? Ja. Ja. Moppie. Ja. Eens even kijken of jij al wat gedaan hebt, want ik voelde wel iets. Heb jij al wat gepoept of niet?
wel gelijk uit, zie je nou. Je lijkt mama wel gisteren. Gaan we dan, eerste autoritje. Echt, hè? Papa heeft hem even goed vastgemaakt. Oh, sorry. Ja, moeten we eventjes weer twee keer kijken. Hoe je bandjes ook weer moesten. En dan blijft gewoon doorslaan. Ja, je hoort hem af en toe en denk je, wel een beetje honger hebben inmiddels. Ja, misschien een krampje hier en daar. Had zijn flesje niet helemaal op. Nee, precies. Ja, dat is ook moe. Nou. Hoe voel jij je? Ik voel me verrassend goed nu. Ja? Ja. Ik ben nog steeds wel een beetje moe. Ik voel me gewoon heel zwak in mijn buik vooral. Die heeft toch wel een flinke optater gehad. Blijkbaar, is niet gek. Maar het gaat niet slecht. Ik zal even een paar zitten, monnetje. Ja, ik heb natuurlijk niks te klaar. Ik heb alleen slaapgebrek. Voor de rest, ja, met spanningen en zo. Je hebt mentale pijn. Vergeleken wat jij hebt doorstaan. Man. Ja, dat was wel echt heftig, hoor. Veel dingen meegemaakt, maar het was wel echt het meest heftige in heel mijn leven. Vertel mij wat. Ja, voor jou ook? Voor mij ook, ja. Nooit meer. Nou, zeg ik nu. Maar. Nou, gisteren zei je nog, de volgende komt sowieso met een ruggenprik. Ja, ik heb gezegd, als er inderdaad nog een tweede komt, dan zeg ik gelijk. Want ik ging met vijf. Ik had al 5 centimeter ontsluiting toen we de verloskundige hadden gebeld. Dus toen gingen we naar het ziekenhuis. Nou. En 4 had je toen. Oh ja, 4. Dus, En toen dachten wij, ik heb in het ziekenhuis in bad gezeten en zo. Toen dachten we eigenlijk al van, nou, dit zal wel zo vlot gaan. En toen bleek je nog maar 6-7 te hebben. Toen had ik al heel veel pijn. Toen duurde het maar. Toen had je op een gegeven moment 9. Nee, toen heeft ze de vliezen doorgeprikt. Toen had je 9. En nou, op zich ging die ontsluiting wel. Op een gegeven moment. Nou ja, en toen kwamen die persweeën en je bleef maar persen. Ja, waarom komt hij nou niet? En ik bleef maar zeggen, nee, hij is nu bijna. Ja, dat zeg je de hele tijd. Sorry. Nee, nu echt bijna. En het kwam maar niet. Nou, toen bleek dus inderdaad dat hij met zijn neusje naar boven lag, sterren kijken. In plaats van naar beneden. Dus hij kon die draai niet maken met alles. Nee, hij kon niet maken. Maar de arts had ook wel gezegd, ik snap wel dat ze heeft gevraagd om iets, want die heeft met een partij de en daar zei u tegen. En ik heb zelfs wat van mijn keel, want ik heb oorkreten gemaakt, jongen. Daar kan een hondbewoner nog wat van leren. Ja, dus hebben we uiteindelijk het uitkomen van Jessie niet mogen filmen. Els heeft stiekem nog wel wat foto's in een videootje gemaakt, volgens mij. Dus ik moet even kijken wat dat precies is. Ja, in ieder geval een fotootje dat hij eruit kwam. Maar ja, ze wisten niet zeker hoe die eraan toe zou zijn, want ze hebben hem dus moeten halen met een vacuümpomp. Ja, en had toch een beetje gepoept in het vruchtwater. Uiteindelijk ook nog een beetje gepoept in het vruchtwater. Sorry. Daar heeft hij ook een beetje wat van ingeslikt waarschijnlijk. Maar goed, hij is helemaal in orde. Maar ja, hij ging ook niet gelijk huilen. Hij was wel wat tam inderdaad. Hij was ook een beetje blauwig. Ja, maar ik moet zeggen, ze bleven wel heel rustig. Ja. Ze hadden er wel echt vertrouwen in. Maar dat blauwe, dat viel eigenlijk ook wel mee. Maar ze hadden wel gezegd dat het geen 10 minuten, kwartier langer had moeten duren. Dan had hij wel toch waarschijnlijk iets van een zuurstofgebrekje gehad. En ja, dan weet je natuurlijk nooit wat voor schade dat aanricht. Dus dat, Ze hebben de call op het juiste moment gemaakt. Want ook bleven ze zeggen, die dokter... In eerste instantie. Hij heeft je echt 4 keer goede kans gegeven om het zelf te doen. En je bleef maar persen en zei je van ik kan niet meer. En toch bleef je door. En dat is voor echt onwijs veel respect voor jou. En toen heeft hij die gynaecoloog bijgehaald. En ook die heeft je nog 2 keer de kans gegeven. Ja. Maar het kwam gewoon niet. Hij ging even de baas erbij halen. Het ging niet verder. Nee, hij had echt hulp nodig. Het ging gewoon niet. Knipje gekregen. Oh, en toen die vacuümpomp op en die man hing gewoon met zijn volle gewicht aan jou. Ik denk, hoezo blijf jij liggen, man? Ik denk, oh,
Het was net dokter Paul die zo'n koe liep had. Oh, man. Met zo'n... Ja, dus zijn hoofdje moet wel even een beetje herstellen. Maar verder is het een perfect kindje. Hij is zo'n lekker bol. Maar toen het eruit kwam, toen het dus op jouw buik kwam te liggen. Ja, het is heel raar dat ik dit zeg misschien. Maar ik ben in Sicilië ben ik bij die kapucijners geweest. Ja, dat zegt jij natuurlijk nog niks. Maar dat zijn van die, ja, die mensen die zijn daar neergelegd onder in de catacombe van een van de... vergeef me, maar volgens mij een klooster of zo. Nou, in ieder geval, die mensen die waren in die tijd gebalsemd en die zijn daar neergelegd en die zijn dus gedroogd. Toen hij op jouw buik kwam te liggen, had hij dus op zijn hoofd zo'n rare toeter en een kleur waarvan je denkt van dat kan niet leven. Dus ik moest echt serieus meteen denken aan die lijken daar in die catacomben. Oh, ik denk, ja, het is gewoon, ja, er gaat van alles door je heen, maar... Nou, ik vroeg het toch ook letterlijk. Ik zeg, leeft hij wel? Leeft hij wel, ja. Ah. Maar ja, toen begon hij een beetje te jengelen, eigenlijk. Sta ik hier wel goed? Ja. En hij slaakte een paar kreetjes. Maar hij heeft sowieso ook vannacht. Hij heeft gewoon lekker geslapen. Heeft twee flesjes gehad. Zo tevreden de hele tijd. Het is echt... Een beetje eng. Nee, je vindt het een beetje eng. Nou, ik... Ja. Hoezo kan hij zo rustig zijn? Waarom vind je alles goed? Klein beetje, nee. Ik heb natuurlijk nooit... Ik weet, ik heb niet alle antwoorden. Dus voor mijn gevoel is hij een beetje te apathisch. Ik leg hem neer. Hij blijft gewoon strak voor zich uitkijken. Hij ziet natuurlijk nog niks, maar... Alleen bij het oppakken en bij het verschonen en zo maakt hij wel geluid. Dat hij geluid van ongenoegen, dat hij het toch niet zo fijn vindt. Dus daar merk ik wel op. Huh? Bij jou of bij mij of in ze in het. Hij heeft gewoon 2 uur op mijn buik gelegen. Hij vindt het gewoon heerlijk. Daarom bleef hij ook gewoon zitten de hele tijd bij mij. Ja. Uiteindelijk nog maar 2 dagen. Zo. Overtijd. Niet echt overtijd natuurlijk. Maar... Ja. Nee. Maar echt slaaptekort, jongens. Want om 1 uur 's nachts. Volgens mij hebben we dat niet eens gefilmd. Of wel? Ik weet het niet meer. Om 1 uur 's nachts zei ik tegen jou, ik heb mijn prop verloren. Nee, dat zei je pas om 3:30. Oh. Nee. Ja, maar toen sliep ik. Toen heb je mij niet echt wakker gemaakt. Nee. Ik was in mijn slaap zo van, oh schat, ik heb mijn prop verloren. En toen heb ik waarschijnlijk iets... En nu? Oké. En om 2:30 kwam er nog meer. Toen zijn we eigenlijk een beetje eruit gegaan zo, want toen begon ik ook een beetje te bewegen. Maar jij bleef daar aan het bed staan en toen zei je ook van, nou, ik heb wel echt weeën. Nou ja, dus ik heb eigenlijk vanaf 2:30 s'nachts op de 22e nacht, zeg maar. Ja, 22 februari inderdaad. Weeën gehad. Ik nog even gewacht op met mijn werk bellen, want ik dacht, ja, als ik daar niet doorzet, ik had eigenlijk om 7:00 moeten beginnen. Ja. Het hield gewoon echt wel aan, hè. Dus om, ik denk 4:45 of zo heb ik de meldkamer gebeld. Uiteindelijk rond 3:00 kwam de verloskundige. 3:15. Want toen zei ik van, oké, misschien, want het was een beetje onduidelijk met die weeën. Het was toch weer niet heel erg constant, maar ik zei op een gegeven moment, ik zeg, misschien moet je nu toch maar bellen. Ja, maar wat is constant? Dat is natuurlijk ook een marge, hè? Kijk, als niet constant is ene keer 3 minuten en de andere keer 15 minuten, dan was het niet constant. Maar het lag wel constant tussen de 4 en de 7 minuten. Maar het was ook niet, Ja, er is ook niet één handboek voor hoe het moet lopen natuurlijk. Want je bleek dus gewoon al 4 centimeter te hebben. Ze zei, dit is een heel goed moment om te bellen en om naar het ziekenhuis te gaan. Dus. Ja, ze vonden je zelfs echt een strada. Strada, dat je gewoon al 4 centimeter had. Zo achter mij is het een beetje het... Want sommige bellen wel met 1 centimeter of zo, zei ze. Maar... Ja, er zat ook een stagiair bij zich, maar die ken ik dan van de groep, want die was er ook bij geweest. Oh, ik ken je al. Ja. En Tineke, die heeft dus geholpen. Ik zou dus eigenlijk in het Haga ziekenhuis gaan bevallen. Want daar, ik wist ook thuis ook een bad en ze hadden 10 kamers en ze waren gewoon serieus allemaal bezet. Maar achteraf...
achteraf ben ik er heel blij mee. Ik was op dat moment natuurlijk niet zo heel erg amused. Maar ja, snel schakelen, want ja, je zal wel moeten. En ik wilde niet thuis bevallen. En dat is godzijdank maar goed, hè? Dat was echt niet goed geweest. Wauw. Stel je voor dat je met de sukkelpijnen dan nog de auto in had gemaakt. Dat was nu al eigenlijk een beetje... Dan was de ambulance gekomen, schat. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat weet ik zeker. Ja, ik ben zo blij dat ik de keuze heb gemaakt van, kan me niet schelen wat het kost. Ik wil gewoon sowieso in het ziekenhuis. Maar, wat wou ik zeggen? Uiteindelijk hadden ze dus, was de kamer met, waar een bad is in het Westeinde ziekenhuis, want daar zijn we uiteindelijk dus naartoe gegaan, ook vol. Maar ze hebben dus een floatable tub. Dus een opblaasbaar bad. Birth pool. Bath. Oh, pool. Ja. Volgens mij. En eigenlijk was dat nog chiller, want dat is natuurlijk gewoon heel zacht en best wel compact, zeg maar. En dan kan je lekker hangen en je moet er dan wel een beetje zelf wat voor betalen, omdat vanwege de hygiëne en zo moet je dan de dingen kopen. Maar dat is echt het geld waard geweest, want ik heb daar lang in gezeten. Ik ben daar eigenlijk gelijk in gegaan en eigenlijk pas op het moment dat ik zei van ik moet nu wat hebben. Als ik nu niet voor heb, moet ik wat hebben, want ik wist niet meer waar ik moest zoeken. Toen had je me al een paar keer gebeten. Wat zou ik zeggen? Toen heb je iets gevraagd. Oh ja, toen moest ik eruit. Ja, toen ben ik overgegaan op lachgas. Want de ruggenprik kon nog niet meer. En... Ja, toen die kampjes en zo. Nou, en toen hoorde je ook wel telkens de hartslag een beetje afnemen. Ja, dat heb ik dus niet helemaal goed meegekregen. Op een gegeven moment, dus je moest zeg maar in het masker met lachgas blijven ademen als je een week kreeg en van gewoon weer zuurstof happen zeg maar op het moment dat je dus de wee weg voelde gaan. En op een gegeven moment deed het een paar keer deed het gewoon helemaal andersom. Ja. Dus ja, die had zoiets van, ja, maar, en toen kwam er een andere vrouw die weer iemand afloste en die zei van, oh wil ze hem niet meer, dan zetten we hem wel uit hoor. Nee, ze doet het nu even andersom, maar net wel heel tijd. Nou, omdat ik op een gegeven moment dacht, oké. Dan voelde het prettiger om even hem inderdaad even los te hebben. Ja, ja. Ja, ik weet ook niet. Maar we zeiden... Omschrijf je pijn met een cijfer. Echt heel rustig, even tussendoor zo. 10. Zo, ja. En ja, weet je, sommige mensen zeggen, oh wat een bijzondere ervaring. Maar wij hebben niet zoiets van, oh... Ja, als het er is, is het bijzonder, maar het hele gebeuren, dat... Nee. Ik ben netjes bij je hoofd blijven staan. Ik heb wel iets meer gezien dan ik met mezelf had afgesproken. En je hebt de navelstreng geknipt. Inderdaad. Maar mijn moeder was er dus ook bij en die heeft wel aan die kant gestaan. Nou, die werd natuurlijk ook niet helemaal goed, want die merkte natuurlijk ook wel van, dit gaat niet goed. En jullie zagen mij alleen maar pijn lijden. Dus... Maar die heeft wel wat fotootjes gemaakt. Dus als ik er klaar voor ben, dan kan ik ook even fotootjes kijken van mijn onderkant en hoe die eruit kwam. Nou, we zijn bijna thuis inmiddels. Daar heb ik niks aan gemist. Ja, de moederkoek heb ik inderdaad nog wel naar gekeken. Of ja, de placenta. Is dat hetzelfde? Ja, volgens mij is dat hetzelfde. Hallo! Wow! Rustig! Godverdomme! Moeten we weer beginnen met pessen? Maar mensen... Nee, maar dit is gewoon een echt slecht... Ja, ze ging vol rechtdoor. Ze ging vol rechtdoor. Maar het is gewoon een slecht kruispunt. Bijna dood geweest, hè? Gewoon met z'n allen. Wat een moeite voor niks geweest. Nou, we zijn bijna thuis. En zoals jullie hebben gehoord, of eigenlijk niet... Heeft Jesse Silver nog helemaal geen kreet gegeven? Ja, ja. Ze hebben hem wel meegenomen. Nou, zo'n kind zou je dus vergeten, hè? Ik ben zo benieuwd hoe de honden... Oh, ik moet echt zo even zeggen dat ik echt heel trots ben op de honden. Want... Oh, ik dacht, nee, mij eventjes nog... Ook. Ik was heel blij met jou. Maar we hadden afgesproken, als we weggaan, laten we ze nog even uit en geven eten.
Maar we hadden niet verwacht dat we zo lang weg zouden zijn. Want we zijn echt... Nou ja, uiteindelijk... Maar ik heb ze uitgelaten en eten gegeven, hè, om 4 uur. Ja, dat snap ik, maar... Oh. Ja, maar we hadden niet verwacht dat we pas om... Ik was om 2 uur 's nachts. Half drie inderdaad, pas thuis. Half drie pas thuis om even te checken hoe het met ze ging, want... Uiteindelijk hebben we dus een nachtje moeten blijven, omdat hij in de het vruchtwater had geboekt, ja. Dus dat wilde ik gewoon even zeggen. Hoi! Oh, en wat... Baby on the move! Baby on the move! En wat een lekker weer, hè? Daar is hij. Luid. Zijn we thuis? We zijn thuis. Lopen we dan? Hou ik helemaal gepakt in mijn zakken. Ik moet nog wel heel. We hebben iemand meegenomen. Die blijft hier voor altijd. Ja, dag liefjes. Hi. Kom jullie zo knuffelen. Laag blijf, hè, Reggie? Moos er altijd klaar mee. Nou, dat was het. Echt lang, hè? Kijk, daar is de adrenaline. Ja? Nou, s'nachts toen ik in mijn buik zat, toen voelde ik het ook, hoor. Hij sliep niet. Dat ik zei, ik weet niet of deze baby ook nog slaapt, maar hij was alleen maar wakker. Oh, hij ruikt niet dan. Pas geboren, weet je, hij ruikt niet. Ja. Ruikt mijn baarmoeder lekker? Ja, waar zullen we het over hebben? Nee. Kijk, daar zie ik het wel. Ja. Kijk. Ja. Eet de mannen, guys. Wil je jou eens even een andere taal. Oh, hallo, lieve. Oh. En wat heb jij hem gegeven? Dat hij zo... Ja, ik heb een hele effectieve baarmoeder, zei ze. Hij is zwaar, hoor. Wij zijn hier. Wij zijn gewoon hier, hè. Wij zijn gewoon hier, ja. Ja. Met uitgebroken.
zo min mogelijk de hoofdje aanraken. Ja, dat hebben ze verteld. Als het nog gevoelig is voor hem, ja, dan wordt hij ook heel erg onrustig van. Twee tonen in de plas. Ja. Ik een ander rompeltje pakken. Ik zou naar hangen, hè? Ja. Zie je hem beter lachen? Vervelend heb ik uitgegeven. Leuk kerstje. Ja. Dat is de eerste keer dat hij zo huilt. Oh ja? Ja. De stem hoor je nu niet voor het eerst. Ja. Denk maar aan je poppen van vroeger. René speelde in Lantaarnpalen en Boomhutten. Ja. Dus. Oh ja. Oké. Okay. Hij zit er echt op de vingers, ja, te zijn gaan. Dan geeft hij een beetje signalen aan van ik wil niet voeden. Oké. Goedemorgen! Ik ben lekker met Jesse Silver op pad. Want vandaag is de bijeenkomst van de Centering Pregnancy. Die wij tijdens de zwangerschap natuurlijk volop hebben gevolgd. En een leuke band hebben opgebouwd met al die dames. En inmiddels zijn we allemaal bevallen. Allemaal meisjes, behalve Jesse Silver. Dus dat is wel grappig. En ja, ik vind het super leuk om ze allemaal weer een keer te zien. We hebben al eerder natuurlijk even samen even afgesproken om lekker te wandelen. Maar toen was niet iedereen daar. Niet iedereen kon komen. Dus nu gaan we ze allemaal zien. Echt heel erg leuk. En Sergio die is met de motor naar Nieuwegein, als ik het goed heb, naar de opleiding. En die krijgt dus net een telefoontje dat zijn portemonnee op de snelweg is gevonden. Wat de hel? Wat een geluk is dat dan? Ik vraag me ook een beetje af van hoe heeft iemand die van de snelweg kunnen plukken? Is iemand gewoon gestopt? Zo van, hé, een portemonnee. Maar jeetje, wat een geluk. Nou, ik ga me weer even focussen. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. 'Cause I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Oh my sweet baby. So, ben a bit ingezoomd. Schat, ja, Poepie is moe. Wat is wel leuk, hè, met alle meiden. Dat is toch hartstikke leuk met alle meiden, hè? Ja, wat een knappert, hè, allemaal. Ja, dan moet je de enige. Ja. We gaan even een stukje wandelen. Heb je al zo goed gedragen heel de tijd? Ja, zo goed gedragen.
Ja, we gaan even een lekker stukje wandelen. Maar het was echt super leuk om al die meiden weer te zien. Ja! Dus we gaan binnenkort gewoon weer gezellig afspreken. Barbecue doen met z'n allen of zo. Zo, nou wij vonden dit een hele bijzondere vlog. Kijk eens hoe groot deze vent is naast mij. En hoe is het? Nou, vond je dit ook zo'n toffe vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we je weer bij de volgende vlog. Ciao! Ciao, 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 ciao.